Op 7 juli werd een inwoner van Voorthuizen gebeld door een zogenaamde bankmedewerker met een smoes over een cyberaanval. De bankpassen van het slachtoffer werden opgehaald en niet veel later werd er gepind bij een geldautomaat in Hoevelaken. De pinner heeft zich geprobeerd te vermommen met een zonnebril, capuchon en mondkapje. De man verschijnt een aantal minuten later weer bij de automaat, maar lijkt er dit keer niet in te slagen om geld te pinnen. Als u weet wie dit is, laat het de politie dan weten.